Astrid de Jong met Meikesmiddag Live. Welkom op Radio 6 NTR. Radio 6. Soul and Jazz. Het is maar goed dat ik in de horeca gewerkt heb vroeger, want er is flink gedronken in het MC Theater vandaag. Was wel weer een hele leuke uitzending, bijzonder ook. Want goede artiesten op het podium. Uit Amerika kwam J.D. McPherson. I think the way she walks, the way she talks, she really knocks me out. She's not to meet a shadow. I'm a giant, I'm in love with your daughter. The one with the champagne eye. She knows that I love her, yet until she tells me lies. When I was a kid, I was into punk rock, and I got my hands on a Buddy Holly CD, and I really liked it, and just kind of went from there, and I started getting into rhythm and blues and R&B, and just kind of the black rock and roll stuff is what I really liked the most, and so it just kind of became my obsession for many years after that.
Ik kan me toch niet meer herinneren wat er in dit glas zat, maar ik herinner me wel dat Marcio Scholte eruit gedronken heeft. Die stond ook op het podium, komt uit Alphen aan de Rijn, maar echt een ruige shit hoor. Luister maar. Nu ben je 29, ik ben nog niet jarig geweest, nee. En ja, dan heb je al nu je derde plaat op je naam staan. Je bent echt berenproductief. Hoe komt dat toch? Nou, het valt allemaal wel mee. Nou, 3 platen al. Ja, nou ja, het is gewoon zo gegaan. Ik schrijf regelmatig en ik speel veel. En ja, ik heb de hoefte om platen te maken, dus vandaar. Volgens mij had Roos Jonker, die had wel sake gelust, want die staat namelijk op 1 in Japan. Maar dat had ik niet, dus het is wat anders geworden. Ze heeft wel gespeeld, en ook hartstikke goed gespeeld natuurlijk, samen met Brut. En onze huisband, die Obsessions, was er natuurlijk ook. En een hoop gejam. En er is bier, wijn en vooral veel spa gedronken. Nog heel even over jullie, want jij, Roos, staat op nummer 1 in Japan. Nou, hoe komt dat opeens zo'n Aziatisch succes? Nou, ik moet je zeggen dat het even weer een hele verrassing was. Want dat was vorige week of zo. 2 weken geleden stond 1 liedje. Noordwest stond weer ineens op 1. En ik denk, ja, dat weet ik dus niet hoe dat is gekomen. Maar het is namelijk ook al 2 jaar geleden dat die plaat daaruit was. En die is heel goed ontvangen daar. Dus we zijn ook naartoe geweest vorig jaar augustus. En dat was heel leuk, maar blijkbaar blijft het. En, hoe gaat het dan? Hoe komt dat nieuws opeens bij jou terecht? Nou ja, via Docs natuurlijk ook. Die hebben daar goede contacten. En Wouter Hamel is ook bekend in Japan. En Korea trouwens ook. Die is sowieso wereldwijd best bekend aan het worden. Giovanka ook. Die was daar al. Dus zo hadden we wat... Nou ja, zo kenden zij Docs. En zo liet Docs deze plaat horen. En die zeiden van... nou, die gaan we zeker uitbrengen. Get